Hey René, hoe is ie? Ruim een week geleden lag ze hier op de wei. Blauwe tong, moeilijk ademen, rode ogen, wilde niet meer opstaan en diarree. Apart gezet, temperatuur opgenomen, ze had hoge koorts, dierarts is gekomen. En die diagnose was vrij snel gesteld. Blauwtong, een virus dat wordt overgedragen door muggen. Het virus raast in hoog tempo door Nederland en ook op boerderij Westerpark was René niet de eerste. Ik heb er 3 verloren, helaas. Ik heb wel het vermoeden dat wij onze schapen allemaal gaan verliezen. Ik hou er rekening mee. Voor een kinderboerderij is dat extreem, want hier komen kinderen. Kinderen hechten zich aan dieren, ook aan schapen. En die moet je gaan vertellen dat hun vriendje of vriendinnetje er niet meer is, want het een blauwe tong. Dat is lastig. Mensen kunnen niet besmet raken met blauwtong, koeien of geiten dan weer wel. Maar daar maakt Maarten zich nog geen zorgen om. Koeien krijgen er hele milde klachten van. Geiten kunnen dezelfde klachten krijgen als schapen. Nochtans, het is voor een geit moeilijker om het te krijgen, want ze zijn gewoon sterker. Preventief smeren wij alle herkauwers in met een middel, tactiek. En dat is tegen vliegen, ongedierte, uiteindelijk ongedierte. In de hoop dat ik zo dit misselijke muggetje weg kan houden. René, jongen, kunt het. Ja.